Tweede Kamer, die kan op zoek, of moet op zoek naar een nieuwe voorzitter. Vera Bergkamp nam in maart 2021 vrij verrassend destijds het stokje over van Khadija Ariep. Ze leidde de Kamer in een turbulente tijd, keert na de verkiezingen niet meer terug. Politiek verslaggever Leendert Beekman in Den Haag. Hoi Leendert. Hey Martijn. Hoe verrassend is dit vertrek van Bergkamp? Nou, er gaan op dit moment zoveel politici weg uit Politiek Den Haag, ja, dat ik er eerlijk gezegd niet meer zo van sta te kijken. Het is bijna een dagtaak om het bij te houden. Ja, hele lijsten zijn het, echt. Ja, het zijn hele lijsten inderdaad. Maar zelf geeft ze niet heel veel duidelijkheid over haar vertrek. Mm. Ze noemt het wel een eer om Kamervoorzitter geweest te zijn. Maar zegt dat er nu een nieuwe fase in de politiek aanbreekt en dat het daardoor voor haar tijd is om iets nieuws te gaan doen. BNR Beurs, elke werkdag beursnieuws over wankelende banken. De lijst van schandalen, dat krijg je niet op een nieuwe wc-rol, zolang is het. Met de vooruitziende blik van een analist. BNR Beurs, speciaal voor de slimme beleggen. Ja, ze was niet zonder vlekjes, zeg ik heel voorzichtig. Een grote rol tijdens haar voorzitterschap speelde dat gedoe rondom haar voorganger, Khadija Ariep. Hoe zij Ariep dus met het personeel in de Kamer omging. Dat heeft Bergkamp op een bepaalde manier aangepakt. Kun jij dat kwalificeren? Is dat een goede manier geweest? Nou, dat vindt ze zelf wel. Zonder het expliciet te benoemen verwijst ze daar in de brief naar. Volgens Bergkamp is het belangrijk om sociale veiligheid serieus te nemen, schrijft ze. En dan moet het ook kunnen leiden tot een onafhankelijk onderzoek. Nou, hiermee verwijst ze uiteraard direct naar de zaak met Ariep. Maar ja, als zouden we het Ariep vragen, we weten allemaal, na zomergasten, zij denkt daar heel anders over. Ja, dat kan je wel zeggen. Nou, we weten dus wat Ariep erover denkt, hoe die erover denkt. Hoe wordt er verder in Den Haag gekeken naar haar functioneren? Nou, als we dan vooral naar haar optreden als Kamervoorzitter kijken, dan is er veel kritiek geweest. Ja. Kritiek omdat ze de Kamer af en toe niet in de hand kon houden. Nee. Maar dan moet ik daarbij wel zeggen dat het geen makkelijke tijd voor Bergkamp is geweest. Het debat is toch verruwd. En misschien dat voorgangers het wel eens wat makkelijker hebben gehad. Ja, maar er zijn wel een paar mensen uit de bocht gevlogen onder haar voorzitterschap. En haar werd verweten niet goed of niet tijdig te ingrijpen. Ja, niet adequaat in te grijpen, ja. Maar ja, ik heb de Tweede Kamer ook wel eens met een kleuterklas vergeleken. Mm-hmm. Het is af en toe echt wel heel lastig. En er zijn partijen in de Tweede Kamer die ook de eigen omgangsvormen en de gedragsregels in de Tweede Kamer niet al te serieus nemen. En dan moet je toch op het moment dat je zit daar als voorzitter en je wordt geconfronteerd met een situatie, en dan moet je snel handelen. Ariep was daar natuurlijk een meester in. Ja, en Bergkamp kon dat toch iets minder goed. Haar opvolger, wordt daarover gespeculeerd, Leendert? Altijd Martin Bosma wordt altijd genoemd, maar zijn er nog andere serieuze kandidaten? Ja, weet je waar ik denken, Martijn? Nee. Met Martin Bosma, dan is de vraag, is het het moment voor Bosma om eindelijk Kamervoorzitter te worden? En ik moest denken aan Johan Cruijff. In mijn jeugd werd altijd de vraag gesteld, is het nu eindelijk het moment dat Johan Cruijff bondscoach wordt? Maar je wilt toch niet nooit. Je wilt toch niet Martin Bosma de Johan Cruijff van de Tweede Kamer noemen, of wel? Nou, maar de vergelijking met iemand die het altijd wilde en waar veel mensen om riepen en het nooit geworden is, die vergelijking kan je wel maken. Maar misschien dat Bosma het nog wel wordt. Ik denk namelijk wel als dat hij niet opstapt, wel in de Kamer als hij niet blijven. Ook opstapt. Ja, als hij onderaan de lijn. De PVV-fractie, daar zitten veel Kamerleden al heel lang in de Tweede Kamer. En ik denk dat hij wel blijft. Maar nogmaals, ik weet niet zeker, het lijstje met vertrekkende politici is namelijk al heel lang. Je houdt ons op de hoogte, politiek verslaggever. Ja. Leendert Beekman, dankjewel vanuit Den Haag. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.